Nou, dank jullie wel voor jullie komst. Ik ben blij te zien dat we best wel vol zitten. Want dit is, zoals Mayna zei, echt wel een belangrijk onderwerp. En het is niet zo duidelijk als het soms lijkt welke positie links hierin moet innemen. En er is ook best wel verdeeldheid. Mayna zei het al, in onze eigen organisatie hebben we hier flinke discussie over gehad. En die duurt nog voort. Maar ook breder dan dat, is dit best wel een verdelend onderwerp. Dus ik dacht, laten we even induiken waar die verdeling vandaan komt. En wat er nou precies aan de hand is. Want het is nogal wat hier in Europa aan de hand is. Het is het grootste militaire conflict sinds de Tweede Wereldoorlog op Europese bodem. En momenteel is de situatie zo dat sinds twee jaar geleden die oorlog is begonnen, ongeveer een vijfde van Oekraïne is bezet door de Russen. En op dit punt is de druk op de ene grootste stad van Oekraïne, Kharkiv, wordt nu opgevoerd met een Russisch offensief. Oekraïnse legerleiding spreekt van een mogelijk Russisch zomeroffensief. Dus het is nog niet gezegd of het hierbij blijft. En tegelijkertijd komen er van het Westen allerlei panische noodpakketten richting Oekraïne af, uit angst voor verdere Russisch gewin. Dus dat is een beetje waar we nu staan. En we zien dus ook een bijzonder grote mate van afhankelijkheid van de Oekraïners van Westerse wapensteun. We hebben tegelijkertijd te maken met een heel groot verschil in wat ze daarmee kunnen. Want niet alleen hebben de Oekraïners veel te weinig munitie. Voor elke raket die zij kunnen afschieten, kunnen de Russen er 5 terugschieten. Ook zijn allerlei restricties gebonden aan wat de Oekraïners mogen doen, terwijl de Russen gaan doen waar ze zin in hebben. Dus dat is ook wel iets om naar te kijken waar dat vandaan komt. En waarom legt het Westen die restricties aan de Oekraïners toe? En als we kijken naar de slachtoffers, dan hebben we ook nogal een flink plaatje. Er zijn ongeveer 300.000 Russische slachtoffers geschat. De schattingen lopen enorm uiteen, maar er worden zelfs mensen gedacht tot 500.000. Dus ik heb het even conservatief gehouden, maar het is best wel dramatisch. En de Oekraïners die hebben er 30.000 verloren, maar naar verhouding zijn zij er veel meer van hun bevolking kwijt. En we zien dus ook dat die gigantische verliezen bij de Russen hebben geleid tot een nieuwe mobilisatieronde. We hebben al eerder gezien hoe Poetin die aan heeft gekondigd. En na zijn herverkiezing heeft hij direct een nieuwe aangekondigd. Wil hij nog een keer 300.000 nieuwe Russen mobiliseren om naar de gehaktmolen in Oekraïne te sturen. Dus dat is echt menens. En het gaat ook echt om het uitwissen van de Oekraïnse identiteit. Het is een beetje het ideologische narratief waar die omheen plaatsvindt. Nou, een beetje van waar hebben we het over als we het hebben over die Westerse wapensteun. Hè? Want als we heel praktisch kijken, vorig jaar van 2022 tot en met juli 2023 heeft de VS, was nog de grootste donateur van wapens, ter waarde van ongeveer 42 miljard euro. En er is nu in april, eind april dit jaar, een nieuw wapenpakket afgeleverd ter waarde van nog 50 miljard. Dat is maar slechts 0,2% van het bruto nationaal product van de VS. Dus dat is eigenlijk veel minder dan ze hebben, maar dat is wel echt aanzienlijk veel. En inmiddels is de EU-oorlogseconomie ook een beetje op gang aan het komen. En is de EU de grootste leverancier. Met vooral Duitsland, Baltische Staten, Verenigd Koninkrijk. En ondanks al het Franse oorlogsgetoeter, niet Frankrijk. Dat is ook een interessante ontwikkeling waar ik in wil duiken. Om over oorlogseconomie te spreken, de Russen hebben inmiddels alles in dienst gezet van deze oorlog. Daar bedoel ik dus ook mee dat ze allerlei bedrijven hebben gedwongen vanuit de staat om wapens te produceren. Arbeidskrachten die ze hebben worden volledig ingezet voor die verovering van Oekraïne. En dat is in Europa nog lang niet het geval. Dus dat is wel iets om in achterhoofd te houden. We moeten dit volgens mij zien als een product van Russisch imperialisme op de eerste plaats. En op de tweede plaats als een product van die interimperialistische strijd die plaatsvindt tussen verschillende machtsblokken in de wereld. En dan met name in dit geval het Westerse machtsblok en dat van Rusland, waar Rusland onderdeel van uitmaakt. En als socialisten, met name ons soort revolutionair socialisten, snappen we ook dat imperialisme is niet zomaar iets waar historici mee mogen zeggen van dat was een historische fase. Wij zien dat als een stadium in de ontwikkeling van kapitalisme. Hè? Want als dialectici, wat wil zeggen dat we niet zomaar een lijst kenmerken ernaast houden en zeggen nu is het imperialisme klaar en dat was het, snappen we dat die dingen continu veranderen. En dat is ook de veranderingen in kapitalisme, verschillende vormen van imperialisme teweeg brengen. En wat we nu zien in Rusland is dus een van die vormen daarvan. Het is niet iets wat alleen dus Westerse staten kunnen doen. Dat is iets wat elk kapitalistisch land in principe kan ondergaan. Om dus terug te komen op Rusland, we moeten die oorlog dus echt zien als een product van hun imperialisme. En dus niet, wat vaak wel eens gebeurt, het reduceren tot een oorlog die is louter uitgelokt door Westers imperialisme. Maar daarover later meer. Want wat is dat Russisch imperialisme precies? Wat voor vorm heeft het aangenomen in het verleden? Nou, Poetin noemt dit een special military operation. Maar
die een beetje in de geschiedenis duikt van Rusland, vanaf de val van de Sovjet-Unie, snapt dat er helemaal niet zoveel speciaals aan is. Het is namelijk zijn zevende. Hij heeft in Tsjetsjenië, was de tweede Tsjetsjeense oorlog, officieel binnenlands, maar wel degelijk een imperialistisch project, hè, om een nationale minderheid binnen je eigen grens te houden. In 1999, in Georgië in 2008 is hij binnengevallen. Hij heeft natuurlijk de Krim geannexeerd in 2014. Er zijn Russische militaire interventies gaande die nog steeds lopen in Syrië en Libië in 2015 en 2016. En hij had een vredesmacht ingezet in de Caucasus, specifieker de Nagorno-Karabakh-regio tussen Azerbeidzjan en Armenië van 2020. En we zien dus ook aan hoe dit imperialistisch project van Rusland momenteel in Oekraïne in 2022, 2 jaar geleden toen dat begon, effect heeft op al die andere interventies. Diegene die ik net noemde, Nagorno-Karabakh, dat is inmiddels weer terugveroverd door Azerbeidzjan. Omdat de Russen, die dat zouden moeten beschermen voor een bondgenoot Armenië, die hebben dat niet kunnen waarmaken, want die hebben die troepen naar Oekraïne gehaald. Zo zie je dus echt hoe dat imperialisme van Rusland aan alle kanten begint te rammelen vanwege deze inzet in Oekraïne. Blijft natuurlijk de andere kant. Hè. We hebben ook het Westen als een imperialistisch machtblok. En we zien hoe deze oorlog echt als geroepen kwam voor het Westen. Want hun macht begon langzaamaan te tanen. Na een nederlaag in Afghanistan 2020, na jarenlange bezetting ervan en allerlei militaire interventies in het Midden-Oosten en in Afrika, leek steeds meer ruimte te zijn voor andere machtblokken om in te springen in het gat van dat falende Westerse imperialistische beleid. Ik zeg beleid, maar imperialisme is natuurlijk geen beleid. Hè, maar dat is de vorm waarin zij hun beleid gieten. Maar wat is dan het belang van het Westen precies met deze oorlog? Aan de ene kant dus het herbevestigen van Westerse hegemonie over de wereld. Hegemonie betekent gewoon dat je laat zien, wij zijn de baas over de wereld en jullie vallen of staan bij ons grillen. Nou, en tegelijkertijd willen ze dus die oorlog zo lang mogelijk rekken in Oekraïne. En dat is, om het een beetje bot te zeggen, ruilen ze Oekraïns bloed en dood in om een van hun geopolitieke rivalen, namelijk Rusland, klem te zetten. Tegelijkertijd is het ook een excuus voor het Westen om die eigen oorlogseconomie op te krikken. We zien gigantische uitgaven nu aan defensie, echt historisch groot. We zien allerlei nieuwe impulsen aan de NAVO, wat we volgens mij moeten zien als een product van Westers imperialisme, met name de VS, maar niet uitsluitend. We zien bijvoorbeeld hoe Zweden en Finland zijn toegetreden, waardoor de Baltische Zee, de Oostzee, nu inmiddels een soort NAVO-meer is geworden. Nou ja, dat is echt ondenkbaar tot een paar jaar geleden. Dus in die zin is het een grote overwinning. En het Westen staat ook echt te springen om deze oorlog. Maar niet om een Oekraïense overwinning. Want een snelle Oekraïense overwinning zou voor het Westen het einde van dit hele proces betekenen. En dat zou ook betekenen dat Rusland niet meer verzwakt wordt. En dat er eigenlijk steeds minder neiging lijkt te zijn, of reden lijkt te zijn om onze eigen hun oorlogseconomie te spekken. Dus om het maar kort te vatten, het Westen heeft belang bij het rekken van de oorlog en dus niet direct bij het spekken van de Oekraïnse staatskas of hun wapenseconomie. En er is nog een onderscheid dat ik wil maken, want ik zeg het Westen, maar de VS heeft een heel ander belang dan de EU. En dan bedoel ik natuurlijk de heersende klasse van de VS en de heersende klasse van Europese lidstaten, maar ik hoop dat wel duidelijk is. Jullie komen naar het Marxist Festival bij deze. Maar waar ligt dat verschil nou in? Nou, de VS bijvoorbeeld, die heeft eigenlijk al jarenlang, ziet niet Rusland meer sinds de val van de Sovjet-Unie, als hun grote imperialistische rivaal. Dat is al heel lang China. Iedereen die dat volgt weet dat. Dat zeggen ze vrij letterlijk ook. Van, we moeten onze markt beschermen tegen China. Taiwan wordt steeds meer geëscaleerd op allerlei fronten. Oké, dankjewel. En voor de EU is bijvoorbeeld Rusland een veel grotere dreiging, omdat ze er letterlijk naast zitten. En omdat bijvoorbeeld voor een land als Frankrijk Rusland een veel grotere rol speelt in hun deel van Afrika, of hun toegeëigend deel van Afrika. Dus dat is een heel ander belang, want daar zit de VS helemaal niet op dezelfde voet als de Fransen en de Engelsen zitten. Dan wil ik het even hebben over, als we nu deze machtsblokken hebben neergezet, kunnen we dit dan zien als een soort proxyoorlog tussen deze twee machtsblokken? Is dat daarmee dan klaar? En er zijn natuurlijk delen van links die dat inderdaad beweren. En eigenlijk is best logische gedachtegang, maar er zit wel een probleem aan. Want als je de oorlog beschrijft als louter een proxyoorlog... Wat is een proxyoorlog? Sorry, dat is een goede vraag. Een proxyoorlog is natuurlijk als je een grootmacht bent en je wilt een oorlog voeren met een andere grootmacht, maar je doet dat niet zelf. Je hebt iets wat fungeert als een verlengstuk van jou. En dan ga ik meteen een onderscheid maken tussen een proxy en een vazalstaat. Want een vazalstaat, die is wel heb je wel een afhankelijkheidsrelatie mee. Denk bijvoorbeeld aan dat wij van de VS zijn. We zijn behoorlijk afhankelijk in een heleboel opzichten van hen. Maar ik denk niet dat je zou kunnen stellen dat Nederland een proxy is van de VS. Want Nederland heeft andere belangen en bepaalt die grotendeels nog steeds zelf. En fungeert echt anders dan een daadwerkelijke proxy.
Om even een voorbeeld te geven, als je kijkt naar de volksrepublieken Donetsk en Luhansk, die Rusland heeft neergezet in Oost-Oekraïne, of naar Abkhazie, Zuid-Ossetië, al dat soort staatjes, echte proxystaten, die zijn echt wezenlijk anders dan wat bijvoorbeeld Israël is voor de VS. Want Israël doet volledig zijn eigen ding momenteel. VS heeft ze niet meer in toom, gruwelijk als dat is. En dat heeft ermee te maken dat de belangen en de commandostructuur van die landen totaal geïntegreerd zijn in de belangen en commandostructuur van de overheersende macht. Dus wat ik net noemde, Donetsk, Luhansk, dat zijn eigenlijk niet echte landjes, dat zijn proxylandjes, omdat die dus alleen maar doen, die wijken op geen enkele manier af van wat Rusland wil. Die hebben niet eens een eigen legertje bij spreken, die luisteren gewoon naar het leger van de Russen. Nou, dat kun je van Israël niet zeggen, kun je van Nederland niet zeggen. Vassalrelatie is echt wel anders. En toch wordt beweerd dat bijvoorbeeld Oekraïne een soort proxy is van het Westen. En dat wordt met name gewezen naar bijvoorbeeld wapenleveranties. Die afhankelijkheid van Oekraïne die ik net benoemde van westerse wapensteun. Er zit wel een paar haken en ogen aan volgens mij als je dat beweert. Want de Palestijnen bijvoorbeeld, die worden vrijwel uitsluitend bewapend door Iran. Maar we zouden de Palestijnen niet reduceren tot een Iraanse proxy. De Sovjet-Unie tijdens de Tweede Wereldoorlog had niet kunnen winnen van de Duitsers zonder steun van westerse wapens. En toch waren ze geen proxy van het Westen, maar echt een andere grootmacht met een eigen belang. Dus afhankelijkheid van bewapening is volgens mij echt wel iets anders dan een daadwerkelijke proxy. Nou, als we dat eenmaal concluderen over Oekraïne, en we zeggen ook van de Russische agressie was een imperialistische aanval, dan is het onze taak als socialisten om solidair te zijn met de slachtoffers van imperialistisch geweld. Dus we hebben de taak om te zeggen, alle Russen uit Oekraïne, solidair met Oekraïns verzet tegen de Russische imperialisten. En tegelijkertijd hebben we de taak om onze eigen imperialisten in eigen land aan te vallen. Want wij zijn niet groot aanjagers van die wapenleveranties op zich. Dat is aan de Oekraïners, volgens mij, om te kijken hoe bewapenen we onszelf, net als de Palestijnen overigens doen, tegen deze imperialistische agressie. We zijn daar onvoorwaardelijk solidair mee. Maar we hebben wel kritiek. Wij zullen ook niet zeggen dat Hamas een goed model is voor hoe het moet worden. Maar dat doet niet af aan dat we de Palestijnen onvoorwaardelijk steunen. En hun recht op zelfbeschikking onvoorwaardelijk steunen. Dat geldt volgens mij voor de Oekraïners natuurlijk ook. En andere vormen van nationale zelfbeschikking vallen volgens mij binnen datzelfde kader van internationale solidariteit. En dat betekent wel dat we ook echt wel die verantwoordelijkheid hebben om kritisch te blijven op wat het project van westerse landen is. We moeten niet naïef worden en denken dat het Westen belang heeft bij een onafhankelijk Oekraïne wat totaal opereert zoals zij willen. Nee, die willen natuurlijk eerst Rusland zo lang mogelijk afzwakken, de eigen oorlogseconomie opreppen voor een vervolg, voor de VS is dat met China. En vervolgens hopelijk Oekraïne inlijven in hun apparaten, bijvoorbeeld de NAVO of de EU, op allerlei verschillende vormen. Daar moeten we even goed kritisch op zijn. En om dat een beetje concreet vorm te geven, hebben we daar de positie ingenomen die samen te vatten is als kritische, maar onvoorwaardelijke steun voor de Oekraïners. Onvoorwaardelijk, omdat ze het recht hebben om zich te verdedigen tegen de Russische imperialisten. Maar wel kritisch, omdat wij ook snappen dat die wapens niet zonder belang komen en dat hier echt wel een prijskaartje aan hangt. En dat, dat we ook de taak hebben om daar iets mee te doen. Dat is een beetje onze positie samen te vatten. En ik wilde eindigen, ik weet niet hoe lang ik nog heb, maar dan hoef ik nog niet te eindigen. Wat fijn. Nou, dan wil ik even iets langer ingaan op een ander voorbeeld. Want ik had het over nationale zelfbeschikking. Maar dat is niet zomaar een tactische overweging die we wel of niet kunnen toepassen, afhankelijk van hoe goed het is voor ons als socialisten. Nationale zelfbeschikking is in de kern een revolutionair socialistisch principe. Dat moeten we ook hoog houden. En dat zag je bijvoorbeeld in een Russische revolutie in 1917... Rusland, moet je begrijpen, was een groot imperialistisch rijk. En daar bestond ook allemaal kleine etnische minderheden die eigenlijk niks te zeggen hadden. Die hadden niet eens een deelstaat, nu is de Russische Federatie. Daar hebben ze een soort van eigen parlementjes. Maar daar was het nog echt onderhevig aan de grillen van de Russische staat. En er bestond een lange en felle discussie op een gegeven moment na de Russische Revolutie tussen verschillende socialisten. Je had bijvoorbeeld Lenin, die zei van ja, deze minderheden zijn jarenlang onderdrukt door Russische imperialisten. En elke stap die we nemen om los te breken van Russisch imperialisme, moeten wij ondersteunen. Want dat breekt met het imperialistische systeem als geheel. Dat biedt hen de kans om verder te ontwikkelen. We zien ook als revolutionaire socialisten dat kritiek
op het hele systeem om ons heen niet vanzelf gaat, dat is een stappenplan. Je kan niet eisen dat mensen van de een op andere dag opeens revolutionair zijn. Een onderdeel van die stappen, dat noemen we de zelfemancipatie van de arbeidersklasse, kan zijn het breken met een imperialistische grootmacht. Aan de andere kant had je natuurlijk Stalin en andere chauvinistische socialisten, als je ze zo moet noemen, die pleiten voor het in stand houden van dit alles. Omdat ze zeiden, dit is op basis van nationalisme en daar hebben wij niks mee te maken. Maar je zag dus ook het probleem, zodra allerlei koloniale zelfbevrijdingsstrijd ontstond na de Tweede Wereldoorlog, dat Stalin daar helemaal niet goed wist hoe hij die van onderaf moest ondersteunen. En wat er gebeurde was dat die totaal aan een lot werden overgelaten, of moesten functioneren zoals Stalin dat wilde. En dat is natuurlijk inherent problematisch. En vanuit die lijn zou ik zeggen, dankjewel, dat kun je zien dat nationale zelfbeschikking en strijd ervoor echt een revolutionair socialistisch principe is. Wat we ook in Oekraïne, ook in Palestina en elke andere minderheid die strijdt ervoor hun eigen recht moeten hoog houden. Ja, ik wil afsluiten dan met een voorbeeld wat ook in de krant voorkomt. Misschien heb je het al gelezen, maar ik vond hem erg sterk en hoopvol. Dat is laat het echt wat meer perspectief van de Oekraïnse arbeidersklasse zelf. Er was in Kryvyi Rih, dat is een relatief grote stad, echt een industriestad van oorsprong, is er een vakbond van Oekraïners die aan de ene kant het Westen oproepen om niet meer wapens te leveren aan allerlei andere landen, maar echt aan hun, omdat zij zeggen, deze strijd die wij voeren is gerechtvaardigd, laat ons niet in de steek. En jullie leveren ook wapens aan Israël en die voert allerlei genocide uit en dat doen jullie wel zonder voorwaarden. Maar als jullie wapens aan ons leveren, dan mogen we en niet schieten op Russisch in eigen gebied. Nu overigens iets meer, maar nog steeds binnen een straal van 40 kilometer, alleen in bepaalde omstandigheden. Dus het is nog steeds best wel met voorwaarden om het conflict een beetje te rekken. En tegelijkertijd waren die vakbondsleden heel kritisch op Zelensky zelf. En daar wou ik een beetje mee eindigen, dat steun voor een volk wat strijdt voor een eigen recht om niet overrompeld te worden door een imperialistische grootmacht, niet betekent dat we dan ook hun nationale leiding steunen. Volgens mij zijn we het al grotendeels over eens, hoop ik toch, dat de Vietnamezen en de Irakezen gerechtvaardigd waren in de Koude Oorlog, in hun strijd tegen Amerikaans imperialisme. Maar dat betekent niet dat we onkritisch stonden ten opzichte van hun nationale regeringen. Het betekent vooral dat onze kritiek erop niet afdeed aan onze principiële steun van hun strijd. Want zij leverden daarmee een bijdrage aan de strijd tegen het mondiaal imperialisme. En ze hadden recht om zelf te bepalen hoe ze die strijd voerden. En we kunnen niet eisen dat we alleen die strijd steunen als het ook echt daadwerkelijk ons soort socialisten zijn. Het is onhoudbaar en dan ben je volgens mij ook niet meer serieus te nemen op het moment dat je zegt ik ben internationaal solidair. Dan laat je ze praktisch in de steek. Hè. We zouden ook de Palestijnen niet in de steek laten omdat zij onder Hamas vechten. Nee, ze hebben recht op hun zelfbeschikking en ze hebben het recht om hun verzet zelf vorm te geven. Waar die wapens ook vandaan komen en wie er ook aan de top zit in hun strijd daarvoor. Dus nogmaals, kritische, maar wel onvoorwaardelijke steun voor anti-imperialistisch verzet geldt ook voor de Oekraïners. Dankjewel.